Voor ik wegga, wil ik jullie nog eventjes de jongens even laten bewonderen. Hey kind. Hele goedemiddag, lieve familie van ons. Ja, het is alweer 2:10, een beetje laat voor vandaag. Mijn naam is Karin Stammer van de Werf. Mijn man die is ook, dat is Roderick Stammer van de Werf. Samen met onze dierenvlog, wij proberen elke dag een leuke video voor jullie te maken. En ja, ik sta er eigenlijk alweer op punt om weg te gaan. Dus jullie zien mij rond 5:30 weer terug. Dus tot straks, doei! Voordat ik wegga, wil ik jullie nog eventjes de jongens even laten bewonderen. Hey kind. Hey. Lig jij eens een keertje hier, zo. Hoe doe je dat? Charlie Whiskey. En hier hebben we Speedy, die het veel belangrijk vindt. Daar hebben we Lovely, daar hebben we Beauty. En daar hebben we Lady. En waar is Draki? Oh, kijk. Draki komt er ook heel weinig in voor. Dus die doen we nog eventjes lekker in de vlog. Hé, meisje? Ja, hè? Een hele dierenboel hè, hier, hè? Ja, huh? Hij is scherp. Stelt niet scherp. Nu wel, kijk. Haha. Nou, tot strakjes, meisje. Doei, doei. De baas is er ook. Lief wezen voor de baas. Ja, het is hier nog één grote dikke buinhoop. Dat ga ik morgen schoonmaken. Yep. Dus tot vanavond, rond 5:30 ben ik weer thuis. Huis. En de baas is ook gewoon thuis. Ha. Ja. Doei. Nou, we zijn dus weer in de bal. En Roderick die zit op dit moment hier voor een pasfoto te maken. Ja, joepoe. Ja, en we lopen weer lekker in de jumbo. In de jumbo. Hé, schat. Wat? Mm-hmm. Ja. We lopen gewoon lekker in de jumbo. Waarom niet? Ja, maar jij ook. Ik loop in de jumbo, maar het is niet lekker. Niet? Nee. En we hebben allebei een kaart. En ik hou van mijn man. Nou, kom hier. Ben er al. Zot. En dat zeiden we even in koor. Ja, helemaal goed. Even in koor praten. Handig toch? Ja, dat dacht ik ook. Maar ja, mag je vloggen. Maak maar geen klanten in beeld brengen. En ook geen medewerkers. Nee, dus ja, dan doen we dat ook. Maar, oh, lekker die kar in mijn reet hoor. Ja, lekker. Kom maar. Oh, lekker die kar in mijn reet. Kunnen we dat zien? Nee, dat kunnen we niet zien. Nee, dat kan niet. Jammer. Ik kan er ook niks aan doen. Nee. Wat heb ik gekocht? Lekkere gamba's. We lopen nu bij de broodjes. Yep. Richting zuivel. Ook handig toch? Ja. Er ligt een doosje op de grond. Welke kant wil je op, schat? Oh, daar kijk. Ja, best. Prima. Als jij daar wil kijken. En bij de kaas. Oh, je wil kaas. Kaask. Je weet en dat de prijzen duurder zijn hè, geworden. Hè? De prijzen en die zijn duurder, hè? Ja, dat is zo. Hè? Is dat zo? En een dubbeltje. Hoeveel? 5,5 euro en een dubbeltje. Oh, dus 5,60 euro. Nee. Nee, wat ze hebben ze hier niet staan. 7,20. Ja, daarom. En normaal is het 1,40. Ja, die aardbeikers die vind ik lekker, ja. Sowieso. Maar ik wil even kijken of we dan en dan even sowieso die aardbeikers. Maar die moet... Ja, kijk. Lekker. Dit is lekker, mensen. Daar hou ik van. Ik hou van chocola. Ik hou daarvan. Kijk. Alleen ik mag die jongen niet filmen. Nee, mag niet. Dus dan doen we dat ook maar niet, hè. Nee.
weet niet waar ik het kwijt moet in mijn koelkast, maar dat komt wel weer goed. En daar twee van. Kijk. Wat heb ik nou gekocht? Heel veel lekkers. Heel veel lekkers. Lekkers, lekkers, lekkers. Ja, de boodschappen die zijn dus weer gedaan. En ik ga dus nu even deze doen. Ook handig, toch? Ja, dat is altijd wel weer handig. Even een gordeltje omdoen. Yes. Moet ook gewoon gebeuren, hè? En daar komt de Roderick alweer aan, kijk. Hi. Hoi. Ja. Zo, ik ben medewerker bij de Jutte. Ja. Aan haar bom. Ja. Iets met karretjes. Ja. Dus dan ga ik lekker wachten tot de karretjes komen. En dan moet ik mijn telefoon spelen. Als je dus de taak hebt om karretjes op te halen en er is op dat moment weinig karretjes, ja, dan zou ik dat ook doen, ja, eigenlijk, maar of het mag, dat is vraag 2, ik denk niet dat het mag. En we zijn ook buiten. Ja. Dat doe je niet meer. Nee. Het zit wel. Ja. Er zit dan heel veel wind als ik dit ga doen. Als dat, en dat vind ik. Hey, wat rijdt de flyover? Stil. Staat heel mooi stil. Mooi autootje.nl. Mooie Honda, ja. Heb jij nog wat te vertellen? Nou, misschien Duits praten zo straks. Duits praten, ja. Ja. Dat is goed. Maar ik was af die arbeid. Heb ik die website heb ik gekeken van SVPB. Maar staat niet in, jij bent geslaagd. Dat is heel schade. En toen ik bij jou daar kwam, keek ik nog een keer voor te spreken om zeker te zijn. Fly off haar. Die fly over. En toen staat dat alles grün. Zo, hé, wat is daar gepasseerd? Ik ben doorgeslaagd voor die examen. In één keer alles. En daar was ik zeer froh mee. Was is dat? Dat zit nu te lachen. Dat is niet te lachen. Gewoon Duits praten, ik vind dat gewoon grappig. Waarom is dat nou grappig? Het is helemaal geen Duits. Het is nep Duits. Het klinkt als Duits, ja? Met een Duits accent praten. Vertel wat. Ja, die prins Bernhard, die ging daar die pandas op die barbecue doen, dat is wel lekker. Ja, de panda beer, ja. De panda beer, ja. Toen gingen wij naar die Afrika, ja, we hebben daar die pandas gesproken op die barbecue. Dat was lekker, ja. Er waren nog een paar veel pandas. Ja. Maar nu niet meer, dat is wel jammer. Is dat jammer, waarom is dat jammer? Ja, dan kunnen we niet schieten, hè, want dat is allemaal misschieten. Geen pandas meer te schieten in Zuid-Afrika. Oh. Nee. Schade. Ja, dus oké. Okay. Maar je bent dus geslaagd? Ja, niet door jou geslagen, maar gewoon geslaagd. Ik aai hem even, hè? Ongoed, niet mag daar iemand aan het varen. Nee, aan het varen? Ja, aan het varen in die auto. Nee, varen op een boot, ja, op het water. Je gaat varen op die boot, je gaat varen in die auto, je gaat varen op dat vaarraad. En dit is een Kiat. En dit is een Kia, ik zie ja, het namelijk kan aan de... varen, ja. Blödsinn.
Maar hoe vind je het leuk? Ja, je mag. Kijk hier. Kia Picanto. Wat is dat voor een ding? Dat is een ding dat gaat daar stoppen, ja. Ja. Maar vind je het grappig en dat ik heel veel bekende Nederlanders weet op te sporen? Nee, dat is niet grappig. Dat vinden ze allemaal niet leuk dat jij hen op gaat sporen waar zij wonen. Ja, maar... Ze gaan speciaal ergens wonen waar ze zeggen, nou, ik wil niet opgespoord worden. En vooral niet door die Karin. Nee, dat is toch handig? Nee, dat is niet handig. Nee, maar ik weet ze gewoon bijna allemaal op te sporen. Ja, degene die jij weet. Degene die ik volg op YouTube, weet ik gewoon op te sporen. Ja. Is gewoon handig, is leuk. Ja. Maar we doen er niks mee. Ja, je gaat ze opsporen en dan maak je hier, want daar woont ze. Ja. En markeren, en dat heb ik van jou geleerd. Ja, dat is zeer goed. Ja. Elke keer als je iets weet, ga je het markeren. Ja. Met een labeltje. Net zoals Ferry Doedens en... Loffy V en Enzo en de Vincent. De Vincent en die weet ik nog niet. Nog niet, maar dat komt wel. Dat komt nog wel. Want hij gaat daar vloggen, ja. En D weet ik al te vinden. En Gio weet ik al te vinden. Ja. En Quinn weet ik al te vinden. Ja, Quinn die woont ook in Nederland, hè? Dat ja, precies. Ja. Niet in Duitsland, helaas. En nee, ik ga dat niet vertellen aan jullie waar ze wonen. Nee, dat is privacygevoelig. In een huis, ja, maar... Ja. In het huis, dat staat in Nederland. En dat Quinn zegt en dat D in Utrecht woont, ja, dat klopt. Utrecht aan Zee. Utrecht aan Zee. Of juist Bloemendaal aan Zee. Bloemendaal aan Zee. Ja, dat is weer onze kant op, maar nee. Amersfoort aan Zee. Amersfoort aan Zee is maar ook. De zeespiegel stijgt. Zeer goed. Ja, Duitsland aan Zee meer. Precies. Waarom iedere keer nou weer stoppen hier dan? Ja, dat licht is dat rood licht, ja. Dat rot licht. Mooie auto, meneer. Een dikke boerenmeswagen. Dus, en dus wat iemand anders zegt, die kleine kind die ik ken, en die zou dan zeggen, een blote medewagen. Een boerenmedewagen, ja. Nico, Ferdinand, 626 Xantippe. Toch, Ferdinand? Nee, niet goed. Frans. Ja, met je Seat. Seat. Dus ja, dat. Gewoon even. Heb jij een Seat en je Seat? Ja, precies. Een seat. Maar ik krijg een beetje lamme vingers. Lamme vingers, moet je even dan ontvingeren. Ja, wat denk ik dat ik ga doen? Ik stop met vloggen. 4 minuten al, een beetje te lang. Ja. Een beetje erg lang. Ja, en ik moet jouw haar weer eens even gaan bijpunten. Nee, ik heb net foto's laten maken, ja? Ja, en dus? Dat is, anders moet ik niet meer foto's maken. Dat wel is nee. Goed. Wel nee. Het moet recent foto's zijn. Ik op liken. Als jij dus ander gaat haar maken, nee, dan is die foto's niet goed meer. Niet, jammer. Dacht ik wel. Waarom dacht jij dat? Ja, even doorkarren, jongens. Kom, rijden. Nee, het is rot licht daar. Ja, zo. Moet je ervoor stoppen. Ja, precies dat. Dankjewel. Halten. Ja. Ja, nou, toen waren we dus alweer even een tijdje thuis. Maar dat ik thuis kwam, ben ik eventjes naar de buurvrouw gegaan om het af te geven. Dat heb ik gedaan. Toen kwam ik naar boven. Toen vroeg Ro eigenlijk gelijk of ik hem wou helpen. Dat heb ik gedaan. Maar ik moest ook nog naar de wc. Maar dat heb ik dus nu pas net gedaan. Want ja, ook eventjes een zoon bellen van iemand die wij heel goed kennen. Maar die gaat heel erg snel achteruit. Dus ja. Maar Roderick had dus een cadeautje voor mij gekocht. Dus ja, en hij heeft het ergens verstopt in huis. Maar het is hier ook een grote puinzooi. Dus ik ga de camera even draaien en dan ga ik samen zoeken met jullie. Ja, zijn jullie? Dus ik zou zeggen, kijk lekker mee en let niet op dat troep, want dat wordt nog opgeruimd. Daar hebben we Lady liggen en daar hebben we Beauty liggen en hier hebben we Speedy liggen en daar hebben we de jongens. Nou, bij de jongens denk ik niet in dat Ro dat heeft gelaten. Denk ook niet ergens hier, want dit is ook allemaal een troepjes. En mijn laptop moet ook ergens nog... daar naartoe verhuisd worden. Hoe ik dat ga doen, weet ik nog niet. Want je kan dus die ook dus aansluiten op de computer. Heb ik begrepen. Dus dan moet ik nog even gaan uitzoeken hoe we dat gaan doen. Hoe ik dat wil gaan doen. En ik ga nou mijn cadeautje zoeken. Maar ik weet niet waar ik moet zoeken. Waarschijnlijk ergens in de slaapkamer. Nee. In de... Het zal in beeld gebracht. Dus dat is
Daar. Daar? Denk het wel. Oké, denk het wel, zegt hij. Ja, je had hier... Ik ben geslaagd. Jij, Roderick Salma van de Werf. Beveiliger examen basis 2, ja? Ja, deze, ja? Het is iets wat er niet hoort. Iets wat er niet hoort? Ja. Het is half zichtbaar, half verstopt. Van hieruit kan ik het zien. Leuk, hè? Het is geen bob. Moet ik hoog zoeken, laag zoeken? Mensen, ik zeg één ding. Het is irritant om iets te zoeken samen met jullie. Dus dit kan heel lang duren. Jij kan het vanaf daar zien. Ja. Jij het zeker kunnen zien. Ik kan het vanaf hier zien. Ja, dat is mijn kleine meid. Waar ik heel veel van hou. Ja. Is het hoog, laag of op een bureau? Ja. Wat ja? Ja, nee, lief. Ik ben ook aan het vloggen, schat. Dus. Het is ietsje hoger dan waar ik zit, zeg maar. Nou, het is. Boven mijn ooghoogte. Dit is irritant. Oké, ja, ergens op een plankje. Kijk, dan kom ik ergens, ja. Oké, handig. Trek erop! Mijn Haribo! Kijk, lekker! Dankjewel! Ja, ook een handige. Je hebt, waar ik deze ga doen, weet ik nog niet. Want dat is een lichtsnoer. Dat is wel leuk eigenlijk voor in de slaapkamer, schat. Mm. Alleen waar we dat moeten gaan doen, weet ik nog niet. Maar dat komt zometeen nog wel. Of zo. Los. Los. Ja, meisje. En hier. Ja, pak je bal. Pak je bal. Lovely, pak je bal. Kom eens hier met je bal. Hier, bij mij. Pak je bal. Lovely, pak je bal. Lovely. Even pissen. Goed zo. Ja, leuk hè, als je het water in gaat. Ja, en dan moet je pissen, ja. Zeg ik waaf. Goed zo. Los. Hier, pak je bal. Pak je bal. Nee, hallo. Lieve schat, pak je bal. Hier, je bal hier. Ja, pak je bal hier. Ik kom er net bij. Nu. Zitten? Nee. Zitten. Nee, wachten. Balletje gevonden. Hé, hey, jij, die is van mij. Los. Dank je. Waar heb jij die nou weer gevonden dan? Goed, hè? Hey. Die is leuk.
Ja. Vannacht op mijn geluid. Wil je wel even de... Gewoon even daar ook wel op blijven letten op en op de hondjes. Oh. Balletje ligt en ligt bij haar. Oh, ik heb hem al. Oh, en nou is de eigen weg. Oké. Okay. Ik ga even met Lady alleen lopen. Hallo, buurman. Kom, lopen. Ja, lopen. Nog steeds lopen. Ja. Lekker lopen. Lekker even plasje poepen doen, nee. Lady, rustig, liefie. Even rustig aan dan jij. Kom maar. Ja. Ben je toch ook een lekker meisje ook, hè? En daar loopt de rode Rick met de twee zusjes. Ze laten hem uit. Ja, ja, best. En wij gaan deze kant op. Hé, meis? Ja. Nee, deze kant, schat. Ga mee deze kant op, schat. Goed zo. Jij, kom maar. Lekker, hè? Ja, lekker, hè? Ja. Nou, ik ben dus nu even lekker met Lady aan het lopen, zoals jullie hebben kunnen zien. En Ro is met de twee zusjes. En we hebben even met de twee zusjes even balletjes lopen staan, gooien, lopen staan. Ja, lopen gooien. Ik loop niet, maar de hondjes lopen. Ja, maar voordat ik het helemaal ga vergeten om de hele vlog af te sluiten, wat ik wel eens vaak vergeet, maar oké. Ik ben daar niet gelukkig en de enige in. Dus ik wil gewoon graag bij deze de vlog even gezellig afsluiten met jullie. Lekker daar weer, lekker op straat. Lekker met achtergrondgeluid achter me. Moet kunnen, maakt helemaal niet uit. Vond je deze vlog nou leuk? Ik zou zeggen, abonneer. Doe het belletje aan. Duimpje omhoog. Zou ik onwijs tof vinden. En laat een leuke reactie achter. En dan zeg ik altijd, dankjewel. En tot morgen maar weer. Hoi.